Hallo allemaal, vandaag ga ik jullie laten zien hoe je dit superleuke, simpele armbandje kunt maken met een loom. Je hebt nodig een loom, ik gebruik mijn funloom. Je hebt nodig rubberen elastiekjes, een haaknaald en een C-clip of S-clip. Ik gebruik een C-clip. Oké, dan pak je een rood elastiekje en doe je die om deze twee pinnetjes heen. Dan pak je een groen elastiekje en doe je ze schuin de andere kant op om die twee pinnetjes heen. Ze overlappen elkaar telkens. Dan pak je een rood elastiekje en dan doe je die weer over deze twee pinnetjes. Dan pak je weer een groen elastiekje en doe die weer schuin over deze twee pinnetjes. Dan pak je weer een rood elastiekje en doe je die weer schuin over deze twee pinnetjes. Dan pak je weer een groen elastiekje en doe je weer schuin over deze pinnetjes. Dan weer een rood elastiekje. Dan weer een groen elastiekje. En vergeet niet goed aan te drukken, anders kom je aan met het haken in de knoei. Dan pak je weer een rood elastiekje. Dan weer een groen elastiekje. Elastiekje. En met deze elastiekjes ga je door tot het einde. Zo, ik ben bij het einde gekomen. Zoals jullie kunnen zien. En nu gaan we de loom draaien. En dan pak je je haaknaald. En dan gaan we beginnen met haken. Steek in het eerste rode elastiekje. En dan pak je het groene elastiekje en doet hem over het pinnetje heen naar dit en dan op dit pinnetje. Dan ga je weer bij dat groene elastiekje erin, pakt het rode elastiekje, doet hem over het pinnetje heen en dan naar dit pinnetje en dan draai je hem los. Nu laat ik het even van dichtbij zien, pak je het groene elastiekje, doet hem weer over het pinnetje, gaat een beetje lastig. Dan pak je weer het rode elastiekje en doe hem over het pinnetje heen en weer terug op dit pinnetje. Zo ziet het eruit van de zijkant en nu pak je het groene elastiekje. Dan pak je het rode elastiekje over het pinnetje heen, terug op dit pinnetje. Nu laat ik jullie nog even van ver afzien. Erin, groene elastiekje pakken en eroverheen. Rode elastiekje pakken. Pinnetje en weer terug op dat pinnetje. Groen elastiekje. Het rode elastiekje. En zo ga je weer door tot en met het einde. Ik ben tot het einde gekomen. Zoals jullie kunnen zien. Dan ga ik even naar de zijkant en pak je C of S-clip, ik gebruik mijn C-clip en die duw je op deze twee rode elastiekjes aan het einde. Zo. Zo ziet het van de bovenkant uit. Dan pak je haaknaald, steek erin bij die rode elastiekjes waar je S-clip ook had gedaan. Haal je hem van het pinnetje af. Dan zet ik hem weer even recht neer, zodat jullie het goed kunnen zien. En dan haal je de elastiekjes van alle pinnetjes af. Hier stop ik even. Ga weer naar je haaknaald. En dan haal je de elastiekjes van je haaknaald af, want ze zitten toch vast aan de C-clip. Dan pak je de C-clip. Gaat naar dit elastiekje en dan druk je hem erop.
Dan kun je met je vingers de rest van die edelstukjes die nog op de pinnetjes zaten eraf trekken. Dan kun je hem een beetje uittrekken. En dan kun je hem omdoen. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Geef vooral een groen duimpje en laat een leuke comment achter. Doei!